Ik ben de voorzitter van de Ondersteuningsvereniging voor Heemkunde en Geschiedenis. Dus jaarlijks organiseren wij met de jaarmarkt een tentoonstelling. En dit jaar hebben wij in samenwerking met Guido een tentoonstelling georganiseerd over Olmenaren in Afrika. Ik ben dus Guido de Wolf, zoals de voorzitter vertelt. En de tentoonstelling is gebouwd rond het werk van mijn ouders in Congo. Die in 1924 naar Ginder trokken. Hij als agent sanitair en zij als medewerkende echtgenote. En voor het overige tot in 1960 daar gebleven zijn. Dus de reden waarop we dat voorstel van Guido ingegaan zijn, dat is omdat we de link met Olmen kunnen leggen. Het is namelijk zo, de ouders van Guido, die zijn in Olmen opgegroeid, dus in jeugdjaren. Het is zelfs een oude dag is hier beleefd. En ook hebben de bijgevoegde missionarissen van Olmen, die in Congo gewerkt hebben, geloof bij zusters en lekenhelpers. De samenstelling van de tentoonstelling is kunnen gerealiseerd worden dankzij de tussenkomst onder andere van het Tropisch Instituut in Antwerpen. Het is een verzameling uit een 3000-tal foto's die in het archief van mijn ouders zaten en die ook door hen voor een groot stuk gecommentarieerd zijn. Wel, mijn vrouw heeft de tekeningen die u hier ziet en de volgende die u nog zal zien, heeft mijn echtgenote gemaakt op basis van de foto's en de gegevens van mijn dossier. De tentoonstelling loopt nog, wordt overgeplaatst van hier naar Balen, naar de Kruierie. Vanaf dinsdag 5 is die open tot dinsdag 12. Te bezichtigen in Balen in de Kruierie.